Mijn naam is Ida Bonsjes en ik ben lid van het bestuur van de Yvonne van de Ven Stichting. En ons doel is eigenlijk om de suïcide als maatschappelijk probleem aan de orde te stellen. En ook om vooral te bevorderen dat er een betere suïcidepreventie komt. En dat doen we onder andere door de overheid te stimuleren om daar een scherper en beter beleid in te voeren. En we willen ook graag dat er betere hulpverlening voor nabestaanden komt. Ja. Dat copycat effect of het imitatiegedrag. Er is echt internationaal heel veel onderzoek gedaan. In Nederland eigenlijk niet specifiek. Maar goed, dat internationale onderzoek, dat geldt ook net zo goed voor ons. Want in Wenen was het op een bepaald moment zo dat er in de metro heel veel suïcides waren. En dat werd ook in de pers ook weer uitgebreid in beeld gebracht. En toen hebben ze daar op enig moment tegen elkaar gezegd van we moeten hiermee stoppen. We gaan het anders doen. We gaan een medialuwte invoeren. En toen bleek dat het aantal suïcides met 75% terugliep. Daar zag je dus eigenlijk werkelijk dat een terughoudende opstelling, dat helpt. Ja, dat houdt in dat je het niet op de voorpagina zet. Dat je ook zeker niet de methode noemt die gebruikt is. Verder ook geen details, geen gruwelijkheden. Ook vooral niet romantiseren of dramatiseren. Want dan kunnen mensen gaan denken dat iemand die suïcide pleegt een held is. En dat diegene ook veel aandacht krijgt. En dat kan juist dat imitatiegedrag in werking zetten. En je moet dus ook niet, als er op het spoor iets gebeurd is, het spoor af gaan beelden. Dus ook de beelden die gebruikt worden, daar is ook terughoudendheid in nodig. En je kunt natuurlijk wel beelden gebruiken, maar gebruik dan abstracte beelden. Kijk, de rol van de media bij dit punt is natuurlijk eigenlijk dubbel. Want aan de ene kant is dus die terughoudendheid nodig om dat imitatie-effect te voorkomen. Maar aan de andere kant is ook het doorbreken van het taboe zo belangrijk. En daar is juist de pers ook heel erg bij nodig om meer openheid te creëren en bijvoorbeeld allerlei achterhaalde visies over suïcide tegen te spreken. En dat is ook weer een belangrijke voorwaarde om voor mensen die zelf in zo'n suïcidaal proces zitten om hulp te gaan vragen. Dat is echt wel best balanceren op het scherpst van de snede, zou je kunnen zeggen. Aan de ene kant is terughoudend, maar niet het onderwerp negeren. Maar het wel op een zodanige manier erover berichten. En dan eigenlijk misschien vooral niet gekoppeld aan concrete gevallen. Dat taboe gaat verdwijnen. Ja, het is bekend dat dat iemand zich in zichzelf opsluit, die in zo'n zwart gat zit. En dat juist het praten erover kan helpen om die hele crisis, momenten van hele grote crisis, daaraan voorbij te komen. Mensen denken ook vaak, ik zeg er maar niks over, want dan gaat hij het juist doen, maar dat is niet waar. Het is juist andersom. Het is juist zo dat het heel belangrijk is om er wel over te praten, want op die manier help je iemand. We hebben vorig jaar en het jaar daarvoor bijvoorbeeld te maken gehad met een aantal jongeren die zich gesuïcideerd hebben. Echt bijna kinderen van 13 en 15 jaar. En daar speelde ook het hele probleem van pesten op school. En toen leek het er dus wel op dat de media echt even helemaal de kluts kwijt waren. Want de zorgvuldigheid die verdween. En het werd echt uitgebreid uitgemeten op de voorpagina. Er werden verdachtmakingen en zelfs beschuldigingen geventileerd. Ja, en dat is natuurlijk, dat is precies de averechtse ontwikkeling. Suïcidepreventie is echt een heel breed maatschappelijk iets. Het is niet alleen maar iets waarvan je kunt zeggen dat hoort in de GGZ thuis of dat hoort in de gezondheidszorg thuis. En vanuit de pers kan er dus ook een bijdrage aangeleverd worden. Juist omdat het onderzoek zo heel duidelijk laat zien dat dat copycat effect bestaat. En dat kan je, vind ik, als journalist toch niet negeren. Onder Mediadoktoren is een podcast van Chris Alberts, Vincent Kroonen en Linda Duits. Meer informatie vindt u op ondermediadoktoren.nl.